Hallo, leuk dat je weer kijkt naar ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is vandaag donderdag 3 augustus. Het is dus de eerste donderdag van de maand. Dat betekent dat we open vuur mogen stoken. Dus alle tuinafval en nog hout wat we hadden liggen, papier en al die dingen, die zijn we aan het opstoken. We zijn bezig met, zoals jullie konden zien in de vorige week video, nog een hok te bouwen. Dit keer tussen het huis en de schuur in. Dus er tussenin. Er komt een dichthok waar we de grasmaaier en alle tuingereedschap gaan inzetten. Daarvoor komt nog een stukje open plek met een hekwerk eraan. Daarvoor. Voor eventueel de honden in te doen als de overburen komen en zulke soort dingen. Of de kruiwagen er neer te zetten. Dat. En voor de rest weet ik eigenlijk helemaal niet wat er deze week op de planning staat. En wat we allemaal gaan doen. En wat er eigenlijk allemaal de bedoeling is. Wat we nog willen gaan maken en creëren. Daarnaast komen ook heel veel tuinwerkzaamheden bij van de moestuin. Ik ben volop aan het oogsten en het eten aan het verwerken. Dus er zit heel veel tijd in. Dat was het eigenlijk. Oh, en ik wil trouwens de nieuwe abonnees weer hartstikke welkom heten op ons kanaal. En ik zal zeggen, vooral heel veel kijkplezier naar deze nieuwe weekvlog. Ja, daar staan we dan bij de tomatenplanten. Zoals je ziet zijn ze allemaal kapot. Zijn ze allemaal dood. Ze zijn allemaal ziek geworden. Ze hebben allemaal de Phytophthora gekregen. Ik heb er tussendoor een plant uitgehaald in de hoop dat de rest het niet zou krijgen.
Maar helaas in 3 dagen tijd waren alle 25 tomatenplanten allemaal in 1 keer dood en ziek. Dit is ook in de rest van het dorp gebeurd. Bijna alle bewoners in het dorp hebben allemaal alle planten moeten verwijderen omdat ze allemaal ziek zijn geworden. Dus helaas, pindakaas volgend jaar weer beter en waarschijnlijk staan ze bij mij volgend jaar in de kas. Toen gingen we met het treintje mee. We waren gevraagd door onze overburen, Hongaarse overburen, of we een dagje met hun mee wilden. Nou, dat hebben we gedaan. Het was gezellig. En we hebben wat gezien. Toerist in eigen land. Thank you.
Zo, en dat was hem dan voor deze week. Nou ja, officieel waren het beelden van 2 weken. Ik heb hem even zo in elkaar moeten stoppen, omdat wij dagen ook hebben gehad waarbij we niks hebben gefilmd. Een verjaardag met de overburen. Zo zijn er heel veel dingen geweest waarvan we het niet hebben gefilmd en waarvan ik ook dacht van, nou ja, dat is lekker ons eigen privé ding. Het is dus een drukke 2 weken geweest, volop weer aan het bouwen, herinrichten, houtwerk bewerken, van alles en nog wat. Volop in de moestuin bezig geweest. De moestuin is aardig leeg aan te raken. Vooral veel voedsel dus verwerkt. Helaas dus de tomatenplanten dus allemaal getroffen waren door de Phytophthora. Vanwege het mooie regenachtige weer wat we hebben gehad. We hebben het heel warm gehad, maar we hebben ook 1,5 dag aan 1 stuk door regen gehad. En dat is voor ons heel lang geleden. Normaal valt er hier een buitje en dan op een dag een aantal buitjes. Maar niet aan 1 stuk door 1,5 dag lang. Sinds dat we hier in januari zijn, is het dus niet meer gebeurd. Dus de planten waren dus ook gewoon verwend. Ze gingen naar buiten als babyplantjes eind mei, na ijsheilige. En ze hebben af en toe een regenbuitje gehad. Ook wel een keer de hagel. De grote hagelsteentjes. Maar niet 1,5 dag lang aan 1 stuk regen. Dus dat konden ze gewoon ineens niet tegen. Dat was gewoon te veel. Waarschijnlijk ga ik dus ook volgend jaar de zomerfruit, dus de tomaten, de komkommers, de meloen. Die dingen gaan waarschijnlijk volgend jaar bij mij gewoon in de kas om dit een beetje te proberen te voorkomen. Want in heel het dorp, bij iedereen, zijn ze kapot gegaan. En dat is dan heel jammer en dat is dan heel vervelend. En wij kunnen nog leven gewoon vanuit de winkel, kopend. Maar ons doel is wel om zoveel mogelijk voedsel te halen uit onze tuin. En daarmee ook alles te wekken, in te vriezen. En om daarmee een gedeelte van de kosten te besparen. En we vinden het gewoon heel erg leuk. En het is ook een heel stuk lekkerder, vind ik zelf. Voor de rest heb ik eigenlijk niks meer te vertellen. Ik heb wel 1 ding. Ik wil een beetje reclame maken. Niet voor mezelf, maar voor iemand anders. Ben je nou op zoek om ooit een keer, of over 1,5 jaar of zo, een huisje te huren voor langere tijd, voor minimaal 3 maanden, hier in Hongarije, in de provincie Zala, supermooie provincie, om vanuit daar bijvoorbeeld je huizenjacht te gaan doen, of gewoon 3 maanden te overwinteren en hier te genieten van de natuur? Ik zou zeggen, kijk naar het linkje in de beschrijving. Onder de video staat een linkje. En ga naar de website en neem gewoon een kijkje. Het is een heel leuk huis. Dat. Wat ik ook nog wil zeggen. Ik krijg heel veel berichtjes. In een week tijd, lieg ik niet als het er meer dan 20 zijn. Van de mensen die ons volgen, die ons vinden op YouTube. Die daarna dus naar onze Facebookpagina gaan en vragen stellen. En dat vind ik heel leuk. Vind ik echt heel leuk. Ik wil ook iedereen helpen. Maar ik overzie het soms niet. Zoals sommige mensen wel weten, sommige mensen niet. Ik heb ook niet een heel gezond lichaam. Dus ik moet de energie verdelen. Ik wil genieten van hier zijn. Dus ik heb een oplossing bedacht. Ook voor als je ooit de samenwerking wil aangaan met ons. Ik heb vanaf nu een e-mailadres de lucht ingestuurd. Dus, wil je graag iets weten? Stuur dan gewoon een mailtje. En niet via de Facebook of via andere social media kanalen. Want hieronder in de reactie kan je ook een reactie plaatsen. Met of dat ik contact op met je kan opnemen. Maar zodra jij hier onder de video bij YouTube een melding doet van een e-mailadres of een telefoonnummer, dan wordt automatisch dat bericht verwijderd en zie ik dat dus niet meer vanwege privacy. Dus doe het dan alsjeblieft naar het e-mailadres hieronder in de beschrijving. En dan sluit ik hem nou bij deze af en dan zeg ik heel graag tot volgende week en doei doei!
Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Dan zeg ik duimpje omhoog. Abonneren is gratis, zo ben je er gelijk bij een nieuwe vlog. Vies laat!